Nadat wij het bericht hebben gehad gisteren, we werden gebeld door minister Amoxi, hebben wij natuurlijk ons, wat wij noemen de Emergency Operations Center, hebben wij geactiveerd. En we hebben dus vanaf dat moment zijn we begonnen met voorbereidingen treffen en uitvoering geven aan het, laten we zeggen, het assessment, het nagaan, wat is er precies aan de hand. En in dat kader hebben wij gesproken met de onder andere de districtscommissaris Boyaski van het Matawai-gebied en met districtscommissaris Mendelssohn van Brokoponde. We hebben kunnen pinpointen precies waar de city, waar de main precies lag. En op dat moment zijn er dus teams van NCCR samen met de DC uitgerukt om te kijken hoe snel en hoe wij eventueel een search en rescue activiteit zouden kunnen uitvoeren. En dat is dus in principe de rol geweest van NCCR in het begin. Het is een lange tijd rijden vanuit Paramaribo naar de plek waar het een en ander heeft plaatsgevonden. Dus het heeft ongeveer nadat wij vertrokken zijn, moet ik zeggen dat we ongeveer 2 tot 3 uren lang onderweg zijn geweest. Het is, ik moet zeggen dat het vrij geaccidenteerd terrein is geweest, waardoor dus we niet altijd met alle voertuigen kunnen doorgaan. Ja. En je had specifiek een voertuig nodig, die een all-terrain vehicle, waarmee je dus kan doorgaan richting die kant op. Daar aangekomen is men begonnen, waren de lijken al zichtbaar. De mensen waren al heel verhit in de directe omgeving. We hebben ondertussen ook wel gecoördineerd, laten we zo zeggen, het leger geïnvolgd. De politie was ook al aanwezig. Dat is de politie die bij I Am Gold blijft. En in al deze, al deze veiligheidsdiensten, et cetera, die moesten de orde handhaven. Om ervoor te zorgen dat we dus inderdaad werkzaamheden konden uitvoeren bij in de main, ingestorte main zelf. Ja, en waarom waren mensen zo verhit? Nog niet bekend. Ik denk dat dat geen later aan de orde zal komen of later aan het licht zal komen. Maar natuurlijk hoor je mensen zeggen van ja, ik had die mannen gewaarschuwd, et cetera. Ik had ze gezegd dat ze niet op deze manier moeten mijnen, et cetera. Maar wat de precieze reden is, dat heb ik niet onderzocht. Ik denk dat dat iets de politie gaat moeten onderzoeken. Maar toen wij aankwamen, samen met de districtscommissaris, was de situatie zeer grimmig. En er zijn zelfs schoten gelast in de lucht hoor, door de mensen die daar waren. Ja, oké, goed. Die operatie, is die operatie daar afgerond qua die search and rescue? De operatie is, u zult begrijpen dat wij begonnen echt met het werk, is het, was het donker, hè? In de avonduren moest die operatie worden uitgevoerd. En de omstanders die waren ook al bezig om de lijken eruit te halen. Dus er is daar over en weer gesproken. Onder andere hebben de 2 districtscommissarissen die aanwezig waren. Die hebben geprobeerd om de mensen goed, zo goed en zo kwaad als het ging te kalmeren. Zodat dus de verdere werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd. En de lijken die zijn dus door de, dan moet ik zeggen, de collega Portnokkers. Zijn die de lijken weggehaald uit de schacht, de ingestorte schacht. Ja, en om hoeveel lijken gaat het? Uiteindelijk zijn er 14 lijken eruit gehaald. En het vermoeden bestaat dus dat er alle lijken eruit zijn gehaald. Maar voor de zekerheid moeten we natuurlijk altijd onderzoek plegen. En dat was toen niet helemaal goed mogelijk. En we hebben vanuit de regering is er ook ondersteuning aangevraagd bij de Franse autoriteiten. De Fransen die hebben een search and rescue team gestuurd naar Suriname. Die zijn gisteravond zo rond 2 uur in de ochtend, over 2 uur waarschijnlijk, aangekomen op Sanderij. En die zijn dus op dit moment onderweg naar de plaats Delict, zoals het Openbaar Ministerie dat noemt. Om te kijken als er nog met misschien andere technieken, ander equipment, als er nog lijken, als er nog overlevenden zijn in eerste aanleg, ja. Dan wel mensen die, als er nog lijken zijn, die kunnen worden
moeilijk gevonden en teruggehaald.